Shanna groenteafdeling. Kassa 6. Erik, vleeswaren. Vakken vullen, Shanna, kom nou. Oké, stilte op de set. Allemaal stilte, stilte. Paameier Inside. Hallo kijkers, hier ben ik weer met Anno Swift, een nieuwe aflevering van Paameier Inside. Allereerst gaan we het hebben over Barcelona met Koeman. Koeman is natuurlijk slecht gepresteerd dit seizoen. Maar even kijken, zijn bezig met transfers voor het nieuwe seizoen. Wijnaldum van Liverpool, die Nederlander, die gaat misschien naar Barcelona. De tweede Nederlander die misschien naartoe gaat, Memphis Depay van Lyon. Het is niet allemaal zeker. Dus dat zijn de Nederlanders die naartoe gaan. Maar het is natuurlijk de vraag of Koeman trainer blijft. Maar ook een nieuwtje is, een andere, ook van City, gaat Aguero misschien naar Barcelona. De opvolgers van Barcelona die mogelijk Koeman kunnen opvolgen zijn Arteta, ex-trainer van, nu trainer van Arsenal, Xavi, oud-speler van Barcelona, kind van de club. Of er wordt ook genoemd de Belgische bondscoach Martinez. Dat was dus Barcelona. Komen bij wat anders, de Europa League. Afgelopen woensdag was de Europa League finale tussen Manchester United en Villarreal. En heel verrassend, Villarreal heeft naar strafschoppen gewonnen. 22 strafschoppen waren er en de keeper van United miste. En Villarreal is een stad met maar 50.000 inwoners. En ze hebben nu voor het eerste seizoen een prijs gewonnen. En de trainer, Emery, dat is een hele goede trainer in de Europa League. Als coach heeft ze team al vier keer de Europa League gewonnen. Dat was dus de Europa League. Die komt voor moeilijke situaties staan, want Feyenoord heeft bijna geen geld. En ze moeten toch al vrij vroeg in het nieuwe seizoen, moeten ze al klaar zijn. Moeten ze spelers hebben, want ze moeten ook Europees voetbal spelen. En Berghuis beslist pas na het EK, want Berghuis is geselecteerd voor Oranje voor het EK. Beslist pas na het EK wat hij gaat doen. Of hij blijft of weggaat. Dat was een stukje Feyenoord. Hoe lang hebben we nog, Shanna? Dan komen we dus bij de EK-selectie. Vangt de Boer de opvolger van Koeman. In de trainer van het EK van het Nederlands elftal heeft nu 26 spelers geselecteerd. Er zitten een paar verrassingen bij. Eén vind ik Quincy Promes. Die is in slecht nieuws gekomen bij Ajax. Want hij is betrokken bij een vechtpartij of zo. En ik vind een speler heel de rechterkant heeft in Nederland minder spelers dan de linkerkant. Maar verrassend is ook Timber, jonge verdediger. Die heeft een paar wedstrijden gespeeld bij Ajax, maar die is heel jong. Koopmeijners zit erbij van AZ, die is ook jong. En Veldman is geselecteerd, een verdediger. Is ook een beetje een verrassing, vind ik. En dan heb je ook nog... Van der Beek. Donny van der Beek speelt voor Manchester United. Die is dit afgelopen seizoen van Ajax naar Manchester United gaan, maar die heeft er niks gespeeld. Dus dan vraag ik me ook of Frank de Boer die af moet selecteren. Maar ja, elke Nederlander heeft een andere mening. Ze zeggen niet voor niks, Nederland heeft 15 miljoen bondscoaches. Dus iedereen heeft een eigen mening. Maar we zullen zien. Ik hoop op een goed EK. En ik ga natuurlijk volgende week wat inspreken. En daar laten we het nu bij. En dat was dus weer Onno Smits. En Ayu. Paameier Inside.